Mijn naam is Mark van Riet, ik ben voorzitter van het directiecomité van Simon Stevenen. En daarnaast ben ik ook voorzitter van een heus fort, laat het me zo uitdrukken, het fort van Liesele bij Puurs. De meeste mensen, als men over de Eerste Wereldoorlog spreekt, denkt men direct aan de IJzer. Ja, IJzervlakte, dodengang. Maar er is ervoor ook nog gevochten met een veel grotere schaal. En dat is onder andere rond Antwerpen. Hier vind je eigenlijk alles wat men aan de IJzer, het Westfront, ook zal vinden. Internationale troepenmachten, charges, drama's. Ja. Je vindt het allemaal, loopkrachten. Het is er allemaal geweest, maar we zijn het eigenlijk voor een groot stuk vergeten. Wel, dit is de eerste globale tentoonstelling die eigenlijk volledig weergeeft wat die forten betekend hebben, wat er hier gebeurd is. Want als ik me terugreflecteer naar mijn kind zijn, mijn grootvader, die woonde in de buurt van een fort, die man wist daar amper iets over te vertellen. Je vond er ook amper iets van in boeken. En nu, sinds enige jaren, is het al veel duidelijker. En deze tentoonstelling heeft echt wel een globaal beeld van, kijk, daarom zijn ze gebouwd, dat is er gebeurd. Ja, en dit is de toestand in anno 2014. Kom kijken en aanschouw uw eigen geschiedenis. Ja. Ziet wat de mensen destijds hebben gedaan. Ja. Omdat eigenlijk wij het nu zo goed zouden hebben, want het verhaal had helemaal anders kunnen zijn. Ja. Aanschouw dat verhaal. Kom kijken. Proef die sfeer van die forten. En bezoek er nadien heen. Daar komt het op neer. Want ze zijn er nog allemaal. Hè. Dat is de kernboodschap van deze tentoonstelling. Herbeleef het leven in de Antwerpse forten tijdens het uitbreken van de Grote Oorlog. Meer info over deze gratis tentoonstelling vind je op www.forten1914.be.